Hallo, ik ben Thijs Selis, een leerling van 6ST1. Vandaag gaan we een vegan rijstpap maken en we doen dit voor onze geïntegreerde proef. In jullie box vinden jullie 1 vanillepeul, een snuifje zout, 50 gram plantaardige boter, 100 gram kleefrijst, 100 gram kristalsuiker, 1 liter sojamelk en voor het af te werken, later nog, hebben wij een beetje fruit en munt. Als eerste stap gaan we nu de rijst laten uitspoelen onder koud stromend water. Nu laten we de rijst even uitlekken. En nu gaan we de wanden van de kookpot beboteren en daarna gaan we de rijst erin doen. Dan gaan we er nu 1 liter sojamelk bij kappen. Als we dat nu aan de kook gaan brengen, dan gaan we de vanillepeul opensnijden. Nu gaan we het merg erin doen. En de vanillepeul er ook bij voor extra smaak toe te voegen. En nu gaan we dit voor 50 minuten zachtjes laten koken. Oké, nu gaan we even kijken na 40 minuten of dat de rijstpap al dik genoeg is. En nu gaan we de suiker toevoegen. Het deksel mag er nu op en over 10 minuten komen we weer terug. En nu gaan we daar een beetje zout bij doen voor de smaak wat te verbeteren. Voor het fruit kan je de aardbeien bijvoorbeeld in een waaiertje snijden, zoals je hier ziet. En de rest van, het fruit kan je in twee snijden. Dit is dan het afgewerkte product, met het fruit langs de zijkant en het muntje erop.